Nee, het is mooi om te zien dat het verhaal eigenlijk, wat je vertelt over Jan Jans, dat tot leven komt in die stukken, hè, bij ons in de collectie. Ja. We gaan naar een ander aspect eigenlijk van Jan Jans toe. Want jij vertelt over hem als de piraat op de Middellandse Zee, Moerad Reis, moet ik zeggen. Maar hij begon natuurlijk als een jongetje in Haarlem, als de kleine Jan Jans. En hij groeide op in een stad waar de scheepvaart belangrijk was. Ja. En eigenlijk is die scheepvaart ook eigenlijk een groot onderdeel van die barbarijse piraterij waar we het over hebben. Ja. Zonder de Nederlandse scheepvaart zouden er geen barbarijse zeerovers zijn. Dat is eigenlijk wat het onderzoek me heeft opgeleverd aan inzicht in die tijd. 16e eeuw, 17e eeuw wordt Nederland eigenlijk het nummer 1 scheepsbouwland in de wereld. Precies, hè? Ja. Haarlem, het hele gebied rond de Kennemerlanden, daar worden die boten, die gigantische spiegelboten in elkaar gezet. Dus Nederland, ik zeg in het boekje ook, Nederland is dan het Apple van die tijd. Ja. En Jan Jansson groeit daarmee op. Die loopt door Haarlem en die ruikt als het ware de pek en het zilt. En die ruikt de houtzagen, waar de snippers vanaf vallen. Dus het is een gevoel van, hier gebeurt iets. Het is een wereld waar je bij wilt horen. Precies. En die kennis van het zeilen, zeilen met zeilen, dus met windkracht en niet met mankracht, hè, zoals de galeien die de Ottomanen gebruiken, geeft hem eigenlijk een soort van technische voorsprong die hij later, als hij dan in Algiers terechtkomt in Salé, heel goed kan gebruiken. Maar nu zet je wel een paar stappen, want ja. Voor mij is het nog niet helemaal. Hoe komt een jongeman uit Haarlem, ja. Die naast de scheepwerf opgroeit, hoe komt hij in Algiers terecht? Ja, we hebben hier de Jonge Republiek, die zich positioneert in de wereld, oorlog maakt met Spanje. Spanje wil natuurlijk die ketters een kopje kleiner maken. Jan Jansson is een paar jaar geboren na het beleg van Haarlem. Dus hoort dan de verhalen van de wreedheden die de Spanjaarden hebben aangericht. Dus zijn haat tegen de Spanjaarden moet immens zijn geweest. Hij krijgt de kans om te gaan kapen. De admiraliteit van de Zeven Provinciën geeft dan kapersbrieven uit. Ja, dan hebben we het over het begin van de 17e eeuw. Precies, precies. Eind 16e eeuw. En dat gaat eigenlijk best wel goed, heel voortvarend. Maar in 1609 komt hij zonder werk te zitten. Want dan een aantal jaren voor is de slag bij Gibraltar geweest. De Republiek brengt de Spanjaarden vernietigen de nederlaag toe. En dan kiezen de Spanjaarden eieren voor hun geld en sluiten de vrede met de Republiek. In 1609 wordt die vrede gesloten, onder Barneveld. En dan komt Jan Jansson zonder werk te zitten. Precies, een werkloze kaapvader. En dan trekt hij, en wat doet hij? Hij trekt en gaat dan voor eigen rekening kapen. Deed ik veel van die jongens. Ja. Komt dan vast te zitten bij Lanzarote met zijn hulk. En wordt dan door een andere renegaat, een andere bekeerde Nederlander, namelijk Veenboer, op sleeptouw genomen naar Algiers. En Veenboer zegt dan, kijk, dit is de piraathoofdstad van de wereld. Algiers, hier mag jij gewoon je ding doen. Jij weet hoe je de schepen moet besturen. Jij weet hoe je leiding moet geven aan de bemanning. Je bent goud waard. Precies. En hij sluit zich aan bij die barbarijse zeeroverstaat die Algiers op het moment is. En gaat dan met vaak ook weer gekaapte spiegelboten. Gaat hij kapen in dienst van de Ottomanen. Precies, hij neemt eigenlijk de innovatieve kracht van de Republiek neemt hij mee. Ja. En wordt aangewend voor de barbarijse zero. Sterker nog, als je de kronieken leest, van Pierre Dan, die dan op een gegeven moment in Algiers is om witte slaven vrij te kopen, die zegt dan die renegaten zijn erg, hè, de bekeerde Europeanen zijn erg, maar die Nederlanders zijn het ergst, want die hebben die Mooren, hebben ze geleerd hoe ze onze boten moeten besturen. Totale uitverkoop. Dus de Mooren uit Spanje gaan de Hollandse schepen bevaren. Nou, dat is het dan. Die Mooren die komen, die worden natuurlijk verdreven door de Spaanse koningen. En die zitten vol met wraakzucht. Ja. En die maken dan gemene zaak. Die gaan dan samen met die Nederlanders, gaan ze met dat schip terugvechten, knokken tegen de Spanjaarden. We gaan eens kijken naar die scheepvaart, Abdel. Want je hebt voor de tentoonstelling een keus gemaakt. Ook uit twee boeken waar je eigenlijk dat verschil kan zien tussen die Oosterse scheepstype en de Westerse scheepstype, zou ik bijna zeggen. Mag ik je uitnodigen? Ja. Casper, fantastisch. Ja. Jazeker. Ach, nou, dit als is zo'n mooi beeld. Piraten en kapers hebben we het over scheepvaart en schepen. Het werd net al gezegd. En dit is een voorbeeld van een schip van de barbarese rovers, zoals zij die gebruikten. Hè? Een galei, aangedreven door mankracht, zoals je ziet. Vele roeiers in zo'n boot.
En dat waren natuurlijk slaafgemaakten, hè? Mensen die opgepakt waren door de piraten. En die moesten daar, totdat ze de dood bij neervallen, moesten ze daar roeien. Tenzij je, denk ik, belangrijk was en geld had, of je familiegeld, dat kon je nog worden vrijgekocht. Je hebt erover geschreven, hè? Ja. Die boten hadden nog wel wat ondersteuning met een driehoekzeil, maar dat was eigenlijk minimaal. Ja. En daardoor had die boot, denk ik, ook wat nadelen, want het was niet heel wendbaar. Je kon er niet heel snel mee gaan, je was afhankelijk van die mankracht. Daar moest men het mee doen. Je zei het al, hè, daar probeerden ze mee te kapen. Een ander groot nadeel was natuurlijk toch, als je dan buit had, waar liep het? Want er was niet zoveel ruimte om nog allerlei zaken nog mee te nemen. Nou, je gaf zelf al heel goed aan dat er eigenlijk een tweestrijd is, hè, met de twee werelden. Ja. Van welk boek is dit? Ja, dit is het boek van Pierre Dan. Dat is van Pierre Dan, hè? Ja, precies. Net noemde. Ach ja, dit is zo'n mooi boek. Ja, ja, en dit is natuurlijk een hele mooie gids en een zeer uitgebreid relaas over wat de Barbarijnse rovers allemaal deden en lieten. En men smulde van die verhalen in die tijd. Ja. Eigenlijk wat we weten in de 17e eeuw over die renegaten, weten we voor een groot deel van dit boek van Pierre Dan. Zeker, ja. En je ziet hier inderdaad ook eigenlijk dat, misschien dat het Pierre Dan zelf is. Ja. Hè? Het is een pater die met geld slaven gaat vrijkopen hier. Het is het hele verhaal wordt hier eigenlijk in één plaatje al verteld. Hè? Maar belangrijker is misschien wat je net noemde, dat de Nederlanders en de Engelsen doken natuurlijk steeds vaker aan de kust op in het Middellandse zeegebied. Met hun spiegelschepen en driemasters. Ja, en dat was natuurlijk inderdaad iets wat de Barbarijnse piraten interessant vonden. Want dit schip had allerlei voordelen. Je kon er grote ladingen mee vervoeren. Het was wendbaar, het was snel. Actieradius werd groter. En het kon heel ver gaan. Zeker, ja. Het is bekend, en jij schrijft er ook over, dat ze op een bepaald moment tot ver tot IJsland komen om daar eigenlijk mensen gevangen te nemen en weer mee te nemen. Ik kan me daarbij, dat is mij niet voor te stellen. Het is ongelooflijk, hè? Ja, is het ook. Ja. Dat avontuur is natuurlijk ook gigantisch en niet te begrijpen, inderdaad. Ja. Nou, dit is een boek van Cornelis van Eyck. Een soort praktische handleiding hoe je schepen bouwt, hoe je ze uitrust. Daar was Nederland bekend om, dat zei je net ook al. Wat er natuurlijk moeilijk was voor de kapers, is dat dit boek in het Nederlands is. Dus daar hadden ze niks aan. Ja. Maar we hadden ze wel wat aan. Aan die mensen die er natuurlijk mee konden omgaan. Precies. De matrozen en de kapiteins. Dat was het kapitaal wat ze eigenlijk wilden hebben. Hè? De software. De software. Ja, dat is zo. Ja. Dus als zo'n boot werd gekaapt, werd geënterd, dan kon je ook een aantal van die mensen weer onder je hoede nemen. En ik vind het zelf heel fascinerend hoe je beschrijft dat inderdaad eigenlijk kapers met renegaten of met westerlingen samen optrekken in een gezamenlijk doel. Ja. Wat niet altijd even vrij was, maar toch. Zo'n schip was echt een varende Verenigde Naties. Er zaten Italianen op, gevluchte Mooren, Morisken. Het ging de hele, ik moet het eventjes uitzoomen. Even uitzoomen, oké. Ja, het is wel echt heel, heel gedetailleerd. Zo'n boek moet dus ook goud waard zijn geweest. Maar dat werd natuurlijk niet op schepen meegenomen. Nee. Dat was toch voor hier, voor de plaatselijke markt. En nogmaals, ze konden het vaak niet lezen, maar het kapitaal en de kennis zat in de mensen zelf. Kan je er nog een beetje doorheen bladeren? Ja, zeker. Want het is. Ja, het boek gaat eigenlijk, het begin is een soort historisch overzicht. Hij begint bij de Ark van Noach. Dan gaat hij via allerlei andere types, komt hij eigenlijk in de eigenlijke tijd uit. Ja. En dan krijg je, ik moet even kijken naar de kanonnen die je mee kon nemen. Met allerlei berekeningen en dergelijke. Staten, wat je allemaal mee moest nemen op een schip. Hè, de inventaris was je. Oh ja. 12 kousen moest je ook. Oh ja, tuurlijk. Ja. Goed een bijt hebben. Ja. Warme voeten houden. Ja. Even kijken of we nog een mooie plaat kunnen vinden. Je zal zien als je ze nodig hebt. Daar is hij, ja. Kijk eens. Oh, dit is toch prachtig. Ja. Wat kleine schip. Ja. Ja, is het een hulk? Dat weet ik niet. Nee. Zover gaat mijn kennis. Prachtig. Heel bijzonder. Ja, ik moet toch even voelen aan het papier. En kijk er vooral eventjes naar de mooie gravuur aan het begin. Waar je ook al ziet, de scheepsbouw aan de reders, waar Nederland natuurlijk bekend om was. Die wordt ook inderdaad zo mooi die kant opgevoerd. Ja.
Dus dit was een soort van gebruiksaanwijzing voor op een rederij. Ja. Bij een zakenman thuis die de boten maakte van. Precies. Je kon ermee laten zien van, zo doen we het. Zo doen we het. En dat was in Nederland waren meerdere. Wits had een architectuur navalis. Dus het ging ook helemaal over de scheepvaart. Een stuk historisch, maar dan ook, hoe staan we er nu voor? En hoe gaan wij schepen bouwen? En dat deelden ze dus toch blijkbaar wel met de mensen. Ja. Engelsen waren er ook goed in natuurlijk. Ja. Mooi. Fascinerend, hè? Nou, ik ga dit boek nog een keer van je lenen. Een dagje of twee. Dat is goed. Ga ik mijn eigen boot maken. Mooi zo. Dank je. Alsjeblieft. Ik moet zeggen schip. Schip, mag hè? Ja, nee, mag precies. Niet, ja, dat echt. Ja. Ja. Ik vergat hem nog te introduceren, maar dit was conservator Casper van Ommen natuurlijk, die hier ons vertelde over deze prachtige boeken waar je in hebt mogen pluizen en zoeken.